Krijg jij jeuk van het woord netwerken? Hè? Krijg je er al helemaal een ongemakkelijk gevoel bij? Dan zeg ik proost op relaxed netwerken. Dit is Pak Je Podium TV. Nou, proost dus op een geslaagd netwerken. Maar ja, hoe doe je dat? Nou, ik ben Eva, presentator en presentatiecoach. En onlangs was ik uitgenodigd voor de Haringpartij. Ik had geen idee hoe ik op die lijst was gekomen. Waarschijnlijk om het aanbod een beetje te verjongen en te vervrouwelijken. Dat zag ik ook toen ik er aankwam en toen ik alleen maar grijze mannen zag in pak. En zelf was ik helemaal in het rood gegaan. Rood haar, rode outfit, rode schoenen. Dus ik voelde me echt een soort stoplicht daar tussen de grijze massa. En ik dacht, oh god, wat ga ik hier doen? Ik ken hier helemaal niemand. Awkward, awkward, awkward. Maar ik dacht, nee, stop. Ik ga hier een leuke avond van maken. En dit zijn mijn tips om geslaagd te netwerken. Tip 1. Het belangrijkste is dat je niet alleen maar komt om iets te halen. Nee, je gaat er gewoon om te connecten. Om waardevolle contacten op te doen. En dat doe je door ook te geven. Dus als je een gesprek hebt met iemand, heb ook wat te bieden aan die persoon. Dus luister goed wat... Waar hebben ze behoefte aan? Wat vinden ze leuk om te horen? Heb je misschien een tip? Waar kan jij van waarde van zijn? Hey, vertel, wat doe jij eigenlijk? Stap 2 is, en die zit er al een beetje in, is ook luisteren en vragen stellen. Dus niet alleen maar wachten op een opening van wanneer kan ik eigenlijk iets zeggen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk mensen die alleen maar zenden. Maar luister goed en hoe kan jij het gesprek sturen en ook interesse tonen in die ander, oprechte interesse. En heb je haar al ontmoet? Zou je ook echt heel leuk vinden. De volgende tip is dat je jezelf niet te hoge doelen moet stellen. Dus je hoeft daar niet meteen een klant uit te halen. Dat is helemaal nergens voor nodig. Als je het spannend vindt om juist in zo'n groep te zijn waar je eigenlijk niemand kent, geef jezelf dan procesdoelen. Dat zijn eigenlijk hele kleine stapjes waarbij je al jezelf een klein doel stelt. En als je die al hebt gehaald, dan geef je dat eigenlijk al een heel zelfverzekerd gevoel. Dus denk bijvoorbeeld aan, ik kom binnen met een glimlach en een zelfverzekerde houding. Of ik wil in ieder geval 3 mensen de hand schudden. He, ook al ken je ze verder niet, ook al weet je niet wat daarmee gaat gebeuren. Dat zijn kleine stapjes die je jezelf al kan opleggen. En als je dan die makkelijk behaalt, dan heb je dus al een fijn gevoel zonder dat er heel veel druk op ligt. Nou, was leuk kennismaken. Ik ga even verder. Doei! Misschien heb je soms een gesprek waar je niet helemaal op zit te wachten. Of wat eigenlijk niet zo interessant blijkt als je misschien van tevoren had gedacht. Voel je dan ook vooral niet verplicht om te blijven hangen. En wees ook duidelijk als je afscheid neemt. Je kan gerust zeggen van nou, leuk om even met je te spreken. Ik ga even verder. Helemaal niks mis mee. Hey, zullen we even linken? De volgende tip. Mocht het nou wel heel erg klikken met iemand, maak dan ook meteen even contact. Volg elkaar bijvoorbeeld meteen toe op LinkedIn. Dan heb je meteen ook een reden om weer door te spreken de volgende keer. Dan kan je nog even zeggen, hey, was leuk om je te ontmoeten. Kan je het gesprek voortzetten en wie weet dat er dan eventueel iets meer uit voortvloeit. Maar ga vooral voor de klik en denk niet meteen aan een klant. De Haringpartij, nou, die liep uiteindelijk goed af. Ik kwam een bekende tegen, heb ook praatjes gemaakt met mensen die ik niet kende. Heb ook gewoon random iemand aangesproken. Goh, wat doet u hier? Dus wees niet te bang. Mensen vinden het echt niet gek dat je zomaar hen aanspreekt. Daar zijn ze tenslotte allemaal voor. Dus ontspan en proost. Wil je meer weten over jezelf presenteren en wat je dan bijvoorbeeld wel gaat zeggen, hoe je jezelf op een sympathieke manier kan voorstellen? Ik help je er graag bij. Kijk even op mijn site evabrouwer.tv/gratis. Daar heb ik leuke presentatietips voor je, dus ik help je graag. Ik zeg tot de volgende, Pak Je Podium TV!